Het kabinet schoof 1 beleefde haar vuurdoop met de eerste algemene politieke beschouwingen. Hoe hield hij en zijn kabinet zich staande en hoe deden de christelijke partijen het? Bij ons aan tafel Jan Kloosterman en Rob Nijhoff. Heren, welkom. Goedenavond. Ja, ja meneer Kloosterman, hoe keek u naar die algemene politieke beschouwingen? Die vannacht om drie uur eindigden overigens. Ja, dat laatste staartje heb ik zo niet meegemaakt. Toen mm -hmm. lag ik al op één oor. Um... Ja, met, met ook wel, het is een interessante tijd om naar te kijken. Ja. Uh, met verbijsterende momenten en ook al uh, momenten dat je moet glimlachen. Uh, kijk, als ik politiek kijk, is er weinig veranderd aan de plannen en is er steun. Mm. Dus hebben ze het regeerakkoord zoals het ligt uitgewerkt in plannen en door. Ja. Als ik relationeel kijk wat er gebeurt, ja, dan is het bol van de spanningen... en de bejegening van elkaar, niet alleen oppositie-coalitie... maar ook binnen een coalitie, ja. is ronduit uh, uh, spannend. En, en dat, dat doet ook echt wat. Ja, Met het maar... vertrouwen van, van de inwoners, maar ook onderling. Gaan we straks even verder praten, maar even naar uw eigen partij. Want uw fractievoorzitter Christoffer, die 50 werd overigens tijdens Lekker. die beschouwing... Ja. Uh, die diende een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen... om de strijd uh, tegen christenvervolging hoge prioriteit te geven. En die werd kamerbreed gesteund. Had u dat verwacht? Uh, nee, ik had niet verwacht dat die Kamer breed gesteund zou worden. Het is wel een fantastisch signaal. Um, 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 mooi dat men zo eensgezind zegt, dit is belangrijk. Overheid, um, kabinet in dit geval, ga daar werk van maken. Ja. Het is ook wel heel tekenend dat dit nodig is. Ik had eigenlijk uh, idealiter gehoopt dat dit zo in het DNA zit van elke bewindspersoon... dat we niet weer een motie nodig mm. hebben om dit te zeggen. Het is de grootste groep vervolgde gelovigen. Er ja. zijn natuurlijk meerdere religies. En uh, um, mensen in nood en in verdrukking hebben allemaal hulp nodig. Maar dit springt er bij far uit. Ja. En dat je dat dan zo met z'n allen wilt bestrijden is mooi. Maar dat we dat keer op keer moeten onderstrepen en daar aandacht voor moeten vragen vanuit de SGP, vind ik treurig. Okay. Meneer Nijhoff, een opvallend moment was dat Kamervoorzitter Bosma uh, de vergadering opende met een stuk te lezen uit Prediker. Ja, dat hoorde ik achteraf, ja. Verrast u dat? <laughs> um, hij schijnt regelmatig uh, iets te lezen aan het begin, bij de opening. Ja, een gedicht uh, of een, of een, stuk ja. uit een boek. Ja. Uh, dat hij uh, nu een, uh, een Bijbelgedeelte kiest, uh, dat is zijn goed recht. Mm -hmm. um, toen ik dit hoorde, uh, dacht ik: volgens mij uh, is uh, Martin Bosma, Bosma ook degene die de minder, minder, minder uitspraak bedacht heeft waar Wilders voor veroordeeld is. Ja. Door rechters, overigens, die. Uh, ook oordelen uitspreken over mensen die wilders naar het leven staan. Dus misschien is zijn vertrouwen in de rechterlijke macht wat toegenomen. Ja. Maar hoe dan ook, uh, de heer Bosma is daar niet expliciet voor veroordeeld, maar uh, schijnt wel de bedenker te zijn van deze minder, minder, minder uitspraak. Okay. Ja, um, laten we... hoe, hoe, ja. hoe verbind je dat met lezen uit de Bijbel, waarbij de doorgaande lijn van uh, uh, die Bijbel. Voortdurend is het opkomen voor kwetsbaren, het opkomen voor vreemdelingen. Mm -hmm. En inderdaad, dat soort dingen moet je niet één op één vertalen naar het Nederland van nu, zelfs niet naar het Israël van nu, want er is nogal een verschil tussen het Israël van voor Christus en uh, de staat Israël nu. Ja. Maar niettemin, die doorgaande lijn van hè, dat onderliggende waardepatroon van zorg voor kwetsbaren, zorg voor vreemdelingen. Dat is volstrekt duidelijk. Oké, okay. ja, even voordat u erop ingaat, we gaan even kijken naar wat Bosma precies voorlas. Prima. Um, ik tracteer u elke dag op een uh, mooi gedicht uit de uh, Schatkamer van de Nederlandse literatuur. Maar de grootste bijdrage van ons als Staten-generaal aan de literatuur is natuurlijk de Statenvertaling, die op 17 september 1637 aan ons werd aangeboden en een enorme vormende uh, functie heeft gehad voor de Nederlandse taal. En als inleiding op vandaag wil ik daar een mooi stukje uit voorlezen, uit Prediker. IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker. IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeid onder de zon. Het was Kamervoorzitter Bosma eerder deze week. Meneer Nijhoff, hij ziet het dus als iets uit de schatkamer van de Nederlandse literatuur. Ja, dat zijn zijn woorden. Ja. Misschien heeft hij daarmee willen ondervangen wat vervolgens kennelijk Timmerman uh, als reactie gaf: uh, van waarom niet ook uit de moet lezen ja. of uit de Koran? Um, nou, die is niet aangeboden aan de, aan de Staten-Generaal. Nee, dit deze is Nederland. Bijbel wel. Zeker, zeker. Ja. Zeker. ja. Maar um, Timmerman trapt er eigenlijk met open ogen in. Mm. Uh, op een bepaalde manier kun je het ook opvatten als pesterig. Als ja. je uh, uit de Bijbel gaat voorlezen, dan kun je verwachten dat mensen uit een bepaalde hoek gaan reageren. Ho, 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 waarom wel uit de Bijbel en niet. Nou ja, um, okay. vervolgens Hoe keek u er gedaan. Meneer Kloosman, hoe keek u er nou? Um, allereerst hele herkenbare tekst en taal, de wijsheid van de schrift zelf. Mm -hmm. ja, de, ik ben als beleidend christen word ik daar blij van. Uh, ook als dat het publiek klinkt en nog steeds mag klinken. Uh, tweede gedachte was ijdelheden uh, en, en dat aan het begin van toch wel het hoogtepunt uit het parlementaire jaar. Ja. Ik hoop dat de dames en heren uh, nog eens in die spiegel kijken tijdens deze twee dagen. Ja. Probeer het zelf ook al te doen. Laten we onszelf niet te groot maken. En uh, uh, er is niet zoveel nieuws onder de zon, oftewel niets. Mm -hmm. uh, dat mag bescheiden maken. Tegelijkertijd hebben de uh, mensen die daar zitten een uh, belangrijke verantwoordelijkheid. Maar in proportie. En wat minder gepolariseerd en gespannen. Ja, ja. Maar meneer Nijhoff, ik proef een beetje bij u dat u het wat ironisch vindt dat Bosma dit deed. Ja, ja het contrast ja. tussen uh, de partij waar Martin Bosma uitkomt en uh, waar hij zelf actief aan heeft bijgedragen. Mm. En dat hij vervolgens zich beroept op een boek waarvan hij weet dat dit vormend is geweest voor Israël eeuwenlang. Ja. En vervolgens... Voor christenen en het, uh, in ieder geval Europa en ja. vanuit Europa nog uh, naar de rest van de wereld. Ja, waarbij hij natuurlijk het eerst als PVV er deed en dit nu als Kamervoorzitter. Ja, maar het is wel dezelfde, Martin ja, Bosma. Dat... En ik geloof niet dat hij berouw heeft getoond of een vorm van bekering hmm. op het punt van die minder, minder, minder uitspraak. En ik heb niet de indruk dat je als christen zo'n uitspraak op de lippen zou okay. mogen nemen, denk nou. ik. zomaar. we gaan even naar de inhoud, want daar ging het tenslotte over. Uh, wat sprong er voor u uit, meneer Kloosterman? Um, een paar dingen. Uh, allereerst dat men natuurlijk heeft geprobeerd die um, eenheid in de coalitie. De partijen die samen het regeerakkoord hebben gemaakt. Uh, open te breken. Ja, de, de, de oppositie. Absoluut. Uh, je kun, zou kunnen zeggen: eerst een schroeven draaien. en zo gauw ze beter ja. hebben, dan gaat de koevoet erop. Uh, en dat gebeurt met verbaal uh, geweld. Nu is een, uh, een debat onderdeel uh, van het politieke handwerk. Maar de tone of voice waarmee dat gaat. en de bejegening van elkaar. dat doet ook wat met. Um, vertrouwen met het gevoel van uh, heel veel mensen in het land. Is dit nou uh, een groep mensen die ons gaat regeren en ook ons gaat helpen om die uh, grote problemen en diverse crises die er zijn op te lossen? Ja. En dat vertrouwen is denk ik um, uh, door het optreden niet, niet groter geworden. Dat was natuurlijk ook wel even wennen, hè? want Wilders tien jaar lang uh, oppositie en mocht als eerste altijd uh, beginnen. Nu moest hij verdedigen wat ja. kabinet. Voor stond. Ja, maar ze hebben er ook voor gekozen met dat extra parlementair. dat de, um, de kabinetsleden wat verder van de fracties af, ja. uh, afstaan. en de fracties echt hun eigen geluid laten horen. Dus Wilde staat niet alleen te verdedigen wat Schoof en, en zijn ploeg doet. maar staat ook gewoon zijn eigen, op zijn eigen um, um, punten nog eens te tamboerijnen. Ja. En dat ook met zijn eigen stijl. En dat, dat, dat leidt tot, tot confrontaties en botsingen. Politiek gezien is het er doorheen, hebben ze het overleefd. Je ziet dat er een uh, minister-president is die onervaren is, soms zoekend is. Ik um, vond het wel heel opmerkelijk dat hij zei. Nou goed, die ambtelijke notities, ook al is het nog uh, onder constructie, die laat ik jullie lezen. Eerst gelakt, daarna ongelakt. Mm. Dan laat je wel heel ver in de keuken kijken en kun je uh, ervan op aan dat het in het krachtenveld natuurlijk meegenomen wordt. Ja. En dan wordt er gezegd: de minister wil dat, zijn ambtenaren zeggen dit en we gaan weer aan het breken. Ja, wat ook het gevolg was natuurlijk. natuurlijk dat, ja. uh, 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 maar dat weet je op het moment dat je dat openbaar uh, geeft. En er zat wel druk op, maar hij had het niet hoeven doen. Dus dat ja. vond ik ook een opmerkelijk moment. Ja, meneer Nijhoff, u heeft uh, studie gedaan naar christelijke partijen mm -hmm. in het verleden. Hoe deden die het in dit debat? Uh, nou, ik heb het debat zelf dus niet uh, gevolgd. Nee. Ik hoor net inderdaad over die motie die aangenomen is... Ja. dat de SGP van zo'n moment gebruik maakt. Uh, nou ja, dat ja. is uh, kwaliteit van, uh, van uh, bestuurlijke kwaliteit, zou ik maar zeggen. Ja, want ze deden het met elkaar, hè? Stoffer, Bikker en Bontebal. Oh, okay. het was een met met z'n drieën, ja, 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 christelijke partijen. Ja, 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 ja. Ja. Is, is dat het ja. begin van een nieuwe... Nou, het is in ieder geval plezierig dat ze dat uh, doen in ja. zo'n situatie. Dus daar, uh, ik ben inderdaad veel meer voor uh, um, proberen te samenwerken waar dat kan. Ja. En zeker dus als christelijke partijen onderling. En die samenwerking kan natuurlijk uh, kamerbreed. Ja. En uh, deze motie is kamerbreed aangenomen. Dus het gebeurt ook. Prima. De samenwerking ja. van die elf... Elf zetels van christelijke partijen van de 150. Ja. Als het even kan en ze kunnen elkaar versterken. en weten ze elkaar ook te vinden. En is dat ook meer als voorheen met de, met de nieuwe personen die ja. zitten. Ook, ook aan de orde van de dag? Ja, u noemt het zelf elf van de 150. Uh, er zijn tijden geweest dat het 50 of 60 zetels van de 150 was. Zeker. Toen het CDA nog groot was, zal ik maar zeggen. 54 hadden. Ja. De, 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 kun je dan een deuk in een pakje boter slaan? Um, getalsmatig als het, gaat om, als het aankomt op stemmen, niet. Maar wat je ziet met die motie van uh, tegen de christenvervolging en het optreden daarvan, blijkbaar toch ook wel. Namelijk 150 man uh, die, die voorstemt. Ja. Um, en ik denk ook dat als het gaat om uh, Tweede Kamer en een Eerste Kamer. waar ze natuurlijk de huidige coalitie uh, geen meerderheid heeft. Mm. dat je wel degelijk kunt zeggen: voor wat hoort wat. Ja. Uh, noem het uh, het goede gebruik van deelakkoorden. Ja. Eerder hebben we daar al wat ervaring mee opgedaan. De heeft dat gedaan door verantwoordelijkheid te nemen in de regering. Dan kun je ook als kleine partij wel degelijk niet alleen punten mm -hmm. op de agenda zetten... maar ook daadwerkelijke re resultaten bereiken. En dat is natuurlijk mooi. nee. Nijhoff, dan hoef je natuurlijk niet als christen in een christelijke partij te zitten. Er zijn mm -hmm. ook christenen die in seculiere partijen zitten. Zeker. Ik, ik noem Mona Keizer, uh, de vicepremier. Uh, en, en tegenwoordig ook Apple Brunsch. Ja. ja. Namens de NSC. Ja, ja, ja. Het, het lijkt mij uitstekend dat christenen zich uh, her en der uh, mm -hmm. inzetten. Uh, waar zij zich inderdaad verbonden voelen. Uiteraard uh, uh, vind ik het jammer als op die manier zeg maar, een zekere steun voor bijvoorbeeld de Christenunie dan iets minder wordt. Maar het is prima dat iedereen voor zichzelf, uh, christenen voor zichzelf bedenken: waar wil ik mij inzetten? En dan gaat het om de kwalitatieve inhoud zeg maar, van wat je, wat je daar. Inbreng. Ik ben ook heel benieuwd hoe Apple-Bruis reageert op. Hmm. Uh, als dingen echt. Uh, naar zijn idee echt niet kunnen. Ik hoop ja. dat hij dan ook een grens durft te trekken. en dat dat ook zichtbaar. Uh, merkbaar wordt, publiek. Maar ik heb daar geen enkele moeite mee dat christenen hun eigen. Uh, uh, ja. spoor trekken. Ja, we zien op ja. het scherm nu. bonte Bal en bikker, BB. Hm. Zou dat een nieuwe partij kunnen worden? We hebben al de BBB, maar. twee B's? Um, tot nu toe. Uh, uh, heb ik wel eens uh, een beetje op een vervelende manier gezegd... dat de CDA al door bij de VVD op schoot ging zitten. Mm -hmm. Dat nemen mensen wij wel eens kwalijk dat ik dat uh, signaleer. Maar tot nu toe heb ik dat gesignaleerd. Dus dan vind ik het goed dat er ook verschillende christelijke partijen... zichtbaar worden met een verschillend uh, profiel, zal ja. ik maar zeggen. Dan hebben christenen zowaar nog wat te kiezen ook. Ja. Dus dat lijkt me uitstekend. Uh, mocht, uh, mocht de ChristenUnie en CDA in, in, in een programma... Naar elkaar toe groeien. Nou ja, we komen ook bij de AR vandaan van Abraham Kuyper, zou ik zeggen, allebei. Dus dan is er niet heel veel nieuws onder de zon. En de broeders van de SGP, die haken daar op den duur bij aan? Of... Ik zou zeggen, laten we het in een goede samenwerking zoeken. De verschillen zijn op, op, op onderdelen best groot, in stijl, maar ook al in standpunten. In hoe je bijvoorbeeld, welke rol je van de overheid verwacht. Maar er zijn ook genoeg gemeenschappelijke punten waarin men elkaar kan versterken en dat ook doet. Um, en nog even op: als je als christen in een niet-christelijke partij zit, ja. natuurlijk kan dat. Uh -huh. uh, en fijn dat mensen die verantwoordelijkheid willen nemen. Het is wel lastiger om dan een punt te maken. Hè? Als ik zie wat in de BBB gebeurt, dan zijn uh, uh, op ethische punten, wordt bijvoorbeeld gezegd, dan mag ieder stemmen over een ja. uh, overeenkomstig eigen geweten. Maar een speerpunt ervan maken in je programma en dus in onderhandelingen, oh. gebeurt dan niet of veel minder. Oh. Uh, en dat is, wel een, dat is wel een ding. Overigens, uh, een beetje weggesnield in het nieuws, maar dat dan uh, NSC uh, met een aantal uh, christelijke partijen die conversietherapiewet. Die ingetrokken moest worden. Dat was een motie die daartoe opgeroept had. Dat het kabinet zegt. Nou, dat doen we toch niet. Die ja. motie leggen we naast ons neer. Dat zijn van die opmerkelijke punten waarvan ik denk, dan hebben we heel scherp aan de windvarende christenpolitici nodig. Mm. Die zeggen: wacht even, deze wet deugt niet alleen, maar heeft ook hele kwalijke effecten vanuit onze levensbeschouwing. Dus die moeten ja. er echt af. Ja, u zegt ondergesneeuwd, want het ging voor een heel groot deel over asiel en migratie. Mm -hmm. uh, meneer Nijhof. Uh, is dat juist een punt ook voor christelijke partijen om hun hun imago en hun speerpunten uh, neer te zetten? Uh, specifiek die migratie? Migratie, asielzoekers, uh, de naasten? Uh, nou ja, je, je moet daar uiteraard je uh, uh, visie over neerzetten. En um, uh, dat we in een, uh, in een Nederland leven... waarin we in een beperkte, uh, op een beperkte oppervlakte... Uh, behoorlijk moeten nadenken hoe we alles... Uh, voor elkaar krijgen, mm -hmm. ruimtelijke ordening, alles bij elkaar. Mm. Maar ik vind het juist voor christenen belangrijk om te laten zien dat complexe vraagstukken werkelijk complex zijn. Ja. Dus de woningnood los je niet op door te suggereren: we doen gewoon de grenzen dicht ja. of iets dergelijks. Nee. Uh, dat woningen, dat we uh, weinig uh, eraan toe komen om voldoende woningen te bouwen. Dat heeft veel meer oorzaken dan alleen dat. Ja, dus niet, niet de schuld dus, zonder bok daarin zoeken. Nee, ga ja. niet met uh, dit soort simplistische verhalen. Uh, ja. Want dat zijn inderdaad de onderbuikverhalen hmm. uh, van uh, populisten. die uh, chaos veroorzaken. Ja. en vervolgens zichzelf als een soort redder kunnen presenteren. Nou, dat kennen we. We leven nu 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Um, uh, het is jammer dat de oudere generatie die die Tweede Wereldoorlog nog heeft meegemaakt, zoals mijn eigen ouders, die zijn inmiddels overleden, vrijwel allemaal, op een paar veteranen na, nu met uh, hè, operatie Market Garden die we deze week nog herdenken. Uh, we hebben die herinneringen dus niet meer in levende lijven. En je ziet na tachtig jaar dat ja. we een soortgelijke politiek, uh, een politieke stijl van iemand die een partij om zichzelf heen vormt. Mm. Ik bedoel de heer Wilders en de PVV. De heer Wilders is het enige lid met een of andere pseudoconstructie. Ja, ik wil en even voor die as is, asiel. Ja, maar dat, ik vind het dus ja? belangrijk dat wij dus kennelijk na tachtig jaar vergeten dat één op de vijf Nederlanders niet meer in de gaten heeft wat voor spel zo iemand speelt. Ja. toch is het vertrouwen in de politiek wel gegroeid. Zeker wel. En dat is ook wel het dilemma. Als je iemand hebt die in overzichtelijke taal duidelijk dingen agendeert... en ook beweert oplossingen te hebben met diezelfde eenvoud... dan is dat natuurlijk aantrekkelijk. En als er iemand dan ook op het plus komt te zitten, dan denk je... zie we wel, we gaan vooruit, we gaan dat steunen. Maar ik ben het erg met Rob eens. De problemen die we hebben, de drie, vier grote... of het nou crisis zijn of niet, maar de problemen, ja, stikstof en zo... Uh -huh. dat zijn complexe problemen die vragen meer dan vier jaar. Die vragen om bewindslieden. Die eerlijk zeggen, dit is lastig. We gaan het sowieso zo zo oplossen. We geven duidelijkheid op de langere termijn en inwoner van Nederland, dat kost u bijvoorbeeld meer belasting ja. of we vragen van u geduld, want ja. het is niet zo makkelijk op te lossen. Huizen bouw je niet meer zo snel. En ook met migratie als het daarom gaat, ja, er moet iets aan de grenzen gebeuren, maar we hebben ook een integratievraagstuk. Mensen zijn hier niet alleen geholpen met een dak boven hun hoofd en eten. Het gaat ook om hoe ga je meedoen in de Nederlandse samenleving? Die lessen ja. die we daarover geleerd hebben, die mogen wel eens al meer verdisconteerd worden in beleid, maar dat is niet zo simpel. Om mensen hierop te vangen. En de christelijke barmhartigheid moet blijven bestaan. Huh. Zelfs Geert Wilders zei het. Uh, um, christen die vervolgd worden in die moeten hier onderdak kunnen vinden. En dan hoor je ook even onversneden, waar die wel voor staat, hoewel die over het algemeen op dit punt. En de simpele oplossing heeft en wel heel rabiaat tegen is. en net doet alsof elke crisis daarmee op te lossen is. Ja, wat... ja, en als hij dan zegt inderdaad. christenen die mogen opgevangen worden hier. Mm -hmm. dan eh, voel ik daar de kriebel bij van. dit geldt voor alle echte vluchtelingen. Dat moet je niet beperken tot christenen. want daarmee probeert hij christelijke partijen te paaien. En daar zou ik dus iets minder intrappen. Oké, okay, dus barmhartig zijn voor allen, zegt u eigenlijk. Elke kwetsbare ja. in nood moet wel ja. helpen. Dat ja. is omzien. Ja. ja. Dat is omzien, ja. uh, zoals ja. in de samenvatting van de, ja. van de wet staat. Ja, dus ik ben blij met die mo aangenomen motie. Maar in principe zou je net zo goed uh, mogen uitspreken dat die, het opkomen voor godsdienstvrijheid tegen vervolgingen dat je dat ook uh, bedoelt, ook als christenen, voor mensen die uh, als moslims in een hindoeland wonen. Okay. Bijvoorbeeld. Duidelijk, dank voor, deze, uh, voor dit gesprek, heren uh, Jan Kloosterman en Rob Nijhoff over de algemene politieke beschouwingen. Want dit was uitgelegd voor vandaag.